Aan de rand van de stad Breda is de afgelopen maanden hard gebouwd aan deze spiksplinternieuwe studentencampus. Easy Street heet het. De eerste studenten stonden meteen al te popelen en gingen dan ook direct aan de slag. Ja, zo snel mogelijk in 3 dagen. Vrijdag ga ik er al in. Tenminste nog niet wonen, maar wel mijn spulletjes. Ja, thuis moet ik nog even werken natuurlijk. Mijn centjes bij elkaar rapen en dan zo snel mogelijk erin. De studentenkamers waren binnen de kortste keren allemaal verhuurd. Het is net opgeleverd. Het is nieuwbouw. Ook nieuwbouwkwaliteit. En het is erg gewild. Dat kunnen we ook constateren. We hebben heel veel reacties gehad. En we hebben 200 mensen hier de eerste voorkeur kunnen geven. Ja, dat geeft zeker een goed gevoel. Echt een mazzelpikkie, zeg maar. Ja. Dat is zeker dikke mazzel, want in Easy Street hebben de meeste studenten een eigen keuken en een eigen badkamer. En dat voor bijna dezelfde prijs als midden in de stad, waar ze hun woonruimte ook nog moeten delen met anderen. Een deel van deze woningen die gaan naar buitenlandse studenten. Bijna de helft van de 200 is van buitenlandse afkomst. En die huren dan een kamer die ingericht is, die is dus gemeubileerd. Er staan meubels in, gestoffeerd. Sanne moet dat zelf nog doen, maar daarvoor heeft ze haar moeder als hulptroep ingeschakeld. Ze woont binnenkort dan wel op zichzelf, maar ze had toch ook nog een stekkie bij mama thuis. Ja, toch wel. Zo het weekend terug naar mijn moeder natuurlijk. Ik heb daar ook al mijn vrienden nog zitten. Dus. Volgens de woonstichting is Easy Street een groot succes. Maar of er een tweede campus gebouwd gaat worden, dat is nog niet bekend.